deze aflevering... Wow, cool. Dat kan niet. Ik zie iets glimmen, maat. Wat leuk. Wie cool is dat? Hallo! Ik heb ook geen idee wat er gebeurt. En welkom bij weer een nieuw, heerlijk, rustgevend spelletje. Ik kan die dozen niet meer oppakken. Oh, wat is het? Berend! Euromunten! Vandaag ga ik TCG Card Shops simuleren. Hoe noem je dat? Ik ben... Ik heb mijn tekst kwijt, waar is mijn script? Geheugenverlies. Wils, ik hou van je. Neem me alsjeblieft terug. Dit is niet mijn script. Oei. TCG Card Shop Simulator. Want wat is er nou leuker dan geld afpakken van nerds? Geld afpakken van blinden, want die zien het nooit aankomen. Huizenprijzen zijn natuurlijk niet meer te betalen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een winkel uit de grond stampen. En dan zet ik wel ergens een klapbedje achter in de storage room. Dan moet je niet tegen de overheid zeggen, want dan schuppen ze me eruit. Oh ja, als je een YouTube video opneemt, dan moet je ook af en toe nog zeggen van... Yo, abonneer en reageer en comment en like en druk op het belletje. En Jezus Christus, was YouTube eigenlijk een veel eisend platform. Stikken zelfs van... Proost! Kut, had ik een intro moeten doen. Ik zou bijna denken dat ik niet meer weet hoe het is om video's te maken, maar dat is op zich ook wel waar. How are you? I'm doing very well. Thank you very much. Mijn Engels is... Geweldig! Pizza! Is dat pizza? Oh, die man is kaal. Die man is kaal. Meneer, wilt u misschien een kaartje kopen? Een kaartje, pas op je sta... Wil je me maar in hol? I'm not even monetized anymore on YouTube. Kinda abandoned my channel. Kijk, deze man. Hij denkt, ik kijk naar Top Blue Exclusive Fashion. Maar nee! Ik hou je gewoon in de gaten met je kale knars. Oké. Dit ziet eruit als een kaartwinkeltje. Wat kost geen water, miljoen? Ik ben gestopt met mijn vakkenvulbaantje bij de Appie. Om mijn eigen kaartenwinkel te openen. Lajos. Oké, dat is een rare manier om mij aan te spreken. Van de kaart. We kopen kaartjes, we verkopen kaartjes. En als het even tegen zit, ga ik waarschijnlijk aan de fles. Dus van de kaart is een soort allesomvattende term die, denk ik, ons hele businessplan van voor tot achter omschrijft. Oh ja, echt kei mooie laminaat. Dit is echt mijn favoriete soort hout. Oh, daar kan ik echt van genieten. Open de phone, stock up on card packs. Oké, hoe open je je phone? Oh, misschien... Tap. Hey, ze noemen mij ook wel eens een genie. Vooral mijn oma toen ze niet van HDMI 1 naar HDMI 2 kon switchen. En ik dat toen voor HD. Toen dacht ze dat ik de nakomeling van Albert Einstein was. Waarschijnlijk wel van de vaderskant van de familie dan. Want anders was zij waarschijnlijk de vrouw van Albert Einstein geweest. En dan was het vrij logisch geweest dat ik een nakomeling van Einstein was. Maar laat ik nou gewoon beginnen met dit spel! Hou je rustig. Is dat Candy Crush hier op? Maar die heb ik hier ook, wacht. Die noem je dat? Zo'n kaartcondoom, zo'n condoom voor je kaart. Hoe heet zoiets? Sleeves! Juist! In het plastic. De kaartcondooms. Hier, daar heb ik ook. Geen probleem. Eigenlijk gewoon een soort rommel, maar echt gewoon op een zooi die je op je eigen zolderkamer hebt gevonden. De simpelste dingen, en dat doe ik al een half uur over, hè. Dat wordt nog wat. Ik kan niet voor 1000 euro pakjes gaan lopen kopen, want ik moet ze alles op de grond leggen. Ik moet ook nog een toonbank hebben, toch? Delivery 20 euro? Wat het in een gouden koets bezorgt. Ik had natuurlijk ver voor 20 euro en het is instant delivery, zou ik ook al 20 euro voor over hebben. Oh, kijk nou, jong. Hoe is F? Dit werkt niet. Nee, dit is een pakkie. Huh? Nee, nu heb ik er twee. Shit. Help, mijn Pokémon-verslaving loopt uit de hand. Ik kan mezelf niet in de hand houden. Ik pak allemaal pakjes over uit die doos. Ik kan ze ook niet terugleggen. Ik heb echt een probleem. Nee, mevrouw. Wel de therapeut. Wat kan ik doen? Ik wil die dingen terugleggen. Oh. Gewoon als je het al over de therapeut hebt, gaat het vanzelf al beter. Jos, kom op. Je kunt dit. Ik ben nou niet eens aan het kutten, hè. Ik snap er gewoon echt geen rol van. Ja. Mooi. Wij zijn ethisch. Ethisch verantwoorde personen. Hier, gewoon weer iemand blij gemaakt met een extra huis. Lekker hem naar binnen. Boeit allemaal niet. Ik hou jou wel in de gaten, Margriet. Berucht in de buurt. Laat, kun je lezen? K-L-O-S-E-D. K-C. K-C. Fuck. Dicht! We zijn dicht! Stress van iedereen de hele tijd. Ben je al open? Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben van de kaart, maar ben nog niet open. Deze man mag ik niet. Hey! Wow. Cool. Ik ga niet open. Mughal! M-E-G... Oh nee, dat kan niet. Lightning Energy. Golbat. Sir Skit. Jammas. Wishmer. Cursed. Dustig. Orbeetle. Clough. Pensage. Ik zie iets glimmen, maat. Honedge. En... een slak. Hij heeft er geen zin in. Hij vindt mijn laminaatkeuze niet oké. Okay. Wat is dit nou weer? Loopt hij op slippers? Loopt hij op slippers? Laminaatpolitie. Ik bel de modepolitie. Hier, Berend. Nog een huis. Een aanbouw voor je woonkamer. Oh! Meneer, wil je een kaartje kopen? Wil je een kaartje kopen? Nee, meneer, wil jij een kaartje kopen? Ik heb een mooi kaartje.
Ik heb hier een mooi, links mooi kaartje, ik heb rechts mooi kaartje, overal een mooi kaartje. Berend! Hop zo, de flikkeren nou eens! Ik weet dat we buren zijn, maar je hoeft niet altijd voor mijn winkel op de ijsbeer, daar krijg ik de zenuwen van. Anyway, even cash money maken hier. Ik heb nu al het idee dat Berend echt een hele vervelende klant gaat worden. De enige die wel echt geluisterd heeft was Margriet, die is wel echt gewoon meteen opgetiefd toen ik het zei. Berend, ik heb hier een aanbouw voor je aanbouw, alsjeblieft. Oeh, een speklap. Hij lijkt wel een beetje op mij. Toch? Ik zie de gelijkenissen wel. Van een woest aantrekkelijke jongeman. Dicht even mis. Ik kan die dozen niet meer oppakken! Hoe moet ik dat ding gaan verkopen in mijn winkel als op mijn toonbank op het stront ligt? Het werkt weer vanouds, hoor. Een tactisch in de hoek. Dat gaat niemand ooit zien. Nou, dan gaan we. We zijn open! Heerly de Peerly. Hallo, je bent mijn allereerste klant. En als allereerste klant krijg je van mij een gratis lege doos. Ja, alsjeblieft. Berend, tief nou eens even op. We hebben wel een soort van dresscode in deze winkel. En dat is dat je op kleren aandoet, mevrouw. Change 4 euro. Nee, dit is te veel. Je krijgt 1 euro erop toe. Jij krijgt geen... Jij hebt al fucking... 3 dozen van me gekregen, Berend. Kijk hem dan. Met die zielig lopen kijken allemaal. Wat? Ik denk die gozer geeft me een pakje van die wiebertjes. Van die original wiebertjes. Betaal met wiebertjes. Alsjeblieft. Wat verdomme goed zaken doen, maar Berend. Hoe de fuck kom je überhaupt aan geld, maatje? Nou, dat is wel. Hallo mevrouw, volgende keer jas meenemen alsjeblieft. Het is koud hier. Nog geen geld voor de verwarming. Het is duur. Energieprijzen tegenwoordig allemaal. Ik denk dat ik zelf scankassa's ga installeren zodra ik het geld heb, jongens. Want ik vind met mensen omgaan een beetje lastig. Nou, dan komt die sceptische. We gaan je een pakje kopen. Alleen die loopt zo de winkel uit. Dan krijg je een dikke stomp in zijn nek. Holy tering! Laat je ook nog wel over voor mij, maat! Ik doe ook het bewaren voor de rest van het leven. Ik mag jou niet winnen, weet je ook. Berend, je bent verslaafd. Je hebt gewoon aanleg voor verslaving en daarom ben je dakloos, Berend. Berend kan er ook niks aan doen, maar het is wel triest. Hi, Berend. Je bent net 5 minuten geleden naar buiten gegaan met holy vriend. Berend, maat. Je bent mijn beste klant tot nu toe. Hey, Slipperman. Het is Slipperman. Focus op je job, Jos. Focus op je job. Lieve Berend, doe er iets leuks mee. Merci dat jij er bent. We hebben hier een dresscode. En dit is hem niet. Heb je nou je nagels gelakt? Deze gast ga ik sowieso scammen. Ik ga hem 20 cent te weinig geven. En dan moet ik doen. Het is gewoon afgerond naar beneden, hè, bro. Ik geef je allemaal 1 centjes en de volgende keer betaal ik je 7,20 euro en 1 centjes. Doei! Hey, wiebertjes, lekker. Berend, ga nou weg. Ja, doe maar alsof je niet geïnteresseerd... Het is alsof je vader zegt, ik ben niet boos op je. Alleen heel op zijn deur gesteld. Maat, je moet je verslaving onder... Have you ever had a dream? Onder... In de... That you... You... In de... Onder de... In de... Nee, onder de... You... In de toom. In de... You could do so. In de... Onder de... You... In bedwang. Dat bedoel ik. Bedwang houden. Dit is geen hol waard. Buffelen. 2,25 euro. Op je muil, gauw. 2 cent. Oh! Als het glimt is mooi. Ze zeggen altijd, never get high on your own supply. Maar sommigen zeggen, er bestaat niet voor Pokémon kaartpakjes. Hey, is dit de duurste die ik ooit gehad heb tot nu toe? Ooit gehad? Ik heb 2 pakjes overgemaakt. Dan blijf je gewoon dag en nacht. Ik heb namelijk geen bed. Datron glimmende holo first edition. Ik kan even helpen tellen, Berend, of wat? Nee, dacht ik al. Zal weer eens niet. Dik verlies gedraaid. Ik leg die doos neer, hij komt er meteen aan. Dat is een haai die op 100 kilometer afstand bloed kan ruiken. Ruikt hij karton. Hij is een kartonfanaat. Hij houdt van die kartonnen kaartjes. Hij houdt van die kartonnen dozen. Alles van karton. Is hij zelf van karton? Zou kunnen. Daar zouden we toch eventjes medisch onderzoek naar moeten plegen als je daar achter wil komen. Maar je weet het niet. Kaartjes verkopen gaat je niet in de koude kleren zitten. Die kabouter plop ik hier eens even neer. Hij is verslaafd aan die kaartjes. En op zijn hoofd zitten geen haartjes. Het is Berend. Yeah. Berend. Stel ervoor zit zo'n glimmende Charizard in. We zijn niet verslaafd. We zijn gepassioneerd. Ik blijf gewoon doorgaan. Zo gaan we Berend achterna. Berend. Red me. Geef het nummer van je therapeut. Oh, wat is het? Euromunten, let's go! 7 euro per uur. Dan gaan we het even verhogen. Ik heb net allemaal mijn eigen stok opgemaakt, dus ik heb meer geld nodig. Hier voor 6 euro kan je 1 pizza vreten. En voor 7 euro kan je meedoen aan het toernooi. Ik zou het allemaal weten. Ik heb namelijk honger, dus ik wil gewoon een pizza. Oh, wat een stinkzwam. Ga weg van mijn winkel, vriend. Dit is die gozer met tenenkaas tussen zijn poten. Ga niet mijn winkel bemesten hier. Ik geef hem extra geld voor schoentjes, of heb ik hem gescamd? Volgens mij had ik hem gescamd. Komt u binnen! Mevrouw, ik heb gisteren gezegd dat je een jas aan moet doen. Daar kijken ook kinderen... Nou, ik hoop trouwens niet dat de kinderen kijken in deze video. 80 cent. Je krijgt 1 euro van die 20 cent, koop je maar een jas. Ik kan gewoon geld verdienen door hier dingen te kopen bij mij. Berend! Ga nou eens wijs met je geld om. 3 pakjes. Oh, Berend, je mindertal. Wat nou als ik hem gewoon...
5 euro geef. Too much change. Wie zegt dit? Ik ben de baas. Wie heeft er nou weer geen vertrouwen in mij? Heb jij een glimmende Charizard? Hey, mijn lookalike. Uit mijn winkel. Weet je wat een douche is? Dat ding waar water uitkomt. Ik ga even moeder een pakje openmaken. Ik heb mezelf niet in de hand. Dit is niet vrijwillig. Dit ging vanzelf. Contactloos betalen bestaat inmiddels ook al een tijdje, hè? Misschien moet je maar gewoon niet meer douchen. Dat is gewoon een goede handel. En koop een bus Deo de volgende keer. Ja, dat staat er goed voor, hè? Maak hem kapot. Kijk hoor. Kijk, zou die blauwe doen? Ja, die blauwe. Oh, je wil een kaartje kopen? Hé, hey, je hebt eindelijk een jas aangedaan. Berend? Berend? Wijst me zelfs af. Voor een prikkie kom je kaartjes scoren en dan ga je ergens anders lopen spelen. Ik weet al hoe het is met jouw dozen. Die gaan we even in de prullenbak smijten. Nu stinkt Berend weer naar stond. Nu heb ik mijn jas weer aan. En nu heb ik mijn jas weer uit. En nu heb ik mijn jas weer aan. En nu heb ik mijn jas weer uit. Hé, hey, je hebt gedoucht. Lekker Berend. Margriet! Ik ga speciaal voor jullie een demonstratie geven over hoe je zo'n doos nou openmaakt. Heel interessant. De makkelijkste dingen in het leven zijn gewoon het moeilijkst. Kijk, had al levensgevaarlijk kunnen aflopen. En dan ga ik jullie eens even laten zien wat voor mooie dingen er in deze pakje zitten. Oh. Oh my god! Had jij kunnen zijn. Linksachter in de winkel liggen ze gewoon. Jij denkt, Jos, ga je er nou weer een openmaken? Ja. Of toch niet? Nee, toch wel. Verreke. Het is wiet. Tuinslang. Kiezelsteen. Voetbal met vleugels. Doosje Nivea creme. En een kakkelak. Hebben jullie ooit een doosje Nivea creme gehad? Nee. Jij denkt nu, ja Jos, waarom zou ik nog zo'n doos kopen? Want je hebt de beste geluid gehaald. Dat werkt niet zo. Berend, mijn jong. Doei, Berend! Je bent mijn favoriete klant. Hier, kom. Ik kus je achterhoofd. Daar kan ik niet meer je geld omgaan, hè? Man naar mijn hart. Als warme pakjes over de toonbank. Krijg je een beroerte van je van al dat geld. Oh! Dit noemen we treurig. Maar dankjewel voor je geld. Nieuwe klant. Heb jij ooit van die kaartjes gehoord? Dat is namelijk mijn winkel. Want wij hebben van die kaartjes. Wij hebben echt wel ooit van die kaartjes gehoord. Waar heb je die gekocht? Hè? Dames en heren, dat succes. Dat stijgt me bijna naar mijn hoofd. Door al die omzet en economische voorspoedigheid. Oh. Vergeet niet om dat duimpje omhoog te klikken. Waar die ook staat tegenwoordig. Hoe werkt YouTube? Vergeet niet te abonneren, te liken, dat soort dingen. Commentje achter te laten over hoe geweldig deze video wel niet was. En dan zie ik jou de volgende keer met een nieuwe video. Later. Tot ziens. Ja, dat was het.